Dit is Zwolle Actueel op RTV Focus. Ja, ik had het net over laaggeletterdheid. En over laaggeletterdheid heb ik het met Lieke Helmers al wel eerder gehad. Dan heb je het ook over toegankelijkheid. De stichting ABC en de stichting Lezen en Schrijven, die ze komen op 14 oktober, komen ze naar de provincie Overijssel toe om met overheidsmensen te gaan praten. En toch zit Lieke niet over datzelfde onderwerp aan tafel. Lieke, toegankelijk Zwolle, leuk dat je weer eens bij me aan tafel schuift. Ja. Was het nou gisteren een feestdag? Of was het nou dat van, we zijn geen eerste een geworden? Bommer. Ja. Nee, wel een feestdag ook. Ja. Omdat we toch bij de laatste vijf überhaupt zaten als finalisten. Ja. Dus dan, dat betekent dat gezien wordt dat je mooie dingen doet. Ja, misschien voor de mensen die het niet direct weten. Gisteren was de bekendmaking van de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Ja. Vorig jaar eindigde Zwolle daar op de tweede plaats. 2018 was of, de 2018 ja. Eindigde Zwolle op de tweede plaats. En gisteren werd de gemeente Stijn in Limburg aangewezen. Die hadden een heel mooi project hadden trouwens. Ja. En Zwolle kreeg een aanmoedigingsprijs. Ja. Ja, dat klinkt een beetje als van, ja, je doet wel je best, maar... Wat moeten we er wel over zeggen? Zoiets, Nou, ik ben er op zich wel blij mee. Wat ik zeg, we zaten bij de laatste vijf. Dus dan wordt in ieder geval gezien dat je mooie dingen doet. En waar Zwolle uitgelicht werd, is dat... Zwolle de uitdaging heeft, de binnenstad is monumentaal, dus de fysieke toegankelijkheid is een uitdaging. Maar dat we daarin toch creatief zijn. Bijvoorbeeld de Sassepoort werd daarin aangehaald. De Sassepoort is niet toegankelijk te maken, omdat het een van vroeger uit was het juist een verdedigingsmuur. Dan moesten ze ontoegankelijk mogelijk zijn. En dat ze nu met een VR-tour en reliefkaarten en een audiotour, dat je toch kan kijken hoe kun je toch... ondanks de fysieke beperkingen, toch toegankelijk zijn. En daardoor heeft Zwolle een aanmoedigingsprijs gekregen... dat we namelijk op fysiek domein goed bezig zijn. Een aanmoedigingsprijs, dat was een schouderklopje... of zit daar ook een bedrag bij? Nee, het is puur de naam en de vermelding wat je hebt. Ik zie het als mooi dat we gezien worden. Dat is zo label ik. Ja, want we hebben het daar wel eens over gehad. Je wilt toegankelijk zijn, maar je moet af en toe... daarin ook durven concluderen van of dat het dus gewoon niet altijd lukt. Nee, zeker. Nee. De alles toegankelijk is niet mogelijk. Nee. En de beperkingen zijn zo divers en uiteenlopend. Wat voor een één goed is, is voor een ander minder goed. Bijvoorbeeld voor mensen met een visuele beperking zijn opstaande randjes soms prettig, omdat ze dan kan voelen waar ze lopen. Maar voor rolstoelers is dat weer onhandig. En dan heb je het alleen nog maar binnen de beperkingen. Dan heb je ook nog klimaat. Adaptatie of duurzaamheid, dat zijn allemaal verschillende belangen. Dus volledig toegankelijk maken is een illusie. Dat kan niet. Ik had het net met Lisanne Verraert, had ik het over dat zij heel veel werken met ervaringsdeskundigen. Ja. Dat doet toegankelijk Zwolle, doet zeker. Dat ook. Dat bewustzijn van het kan niet 100% toegankelijk zijn, dat leeft onder jouw mensen ook heel erg. Ja, zeker. Dat is het gesprek. Ik noem mezelf ook wel eens soms bruggenbouwer of zo. Ik probeer gemeenten uit te leggen hoe het is. Mm-hmm. Ik heb zelf geen beperking, maar wat is een beperking? Maar goed uit te leggen waar de mensen met een beperking tegenaan lopen, maar ook de mensen met een beperking uitleggen dat waarom soms een gemeente een besluit anders te doen. Dus dat is die vice versa. Niet alles is mogelijk. En je moet elkaars wereld begrijpen. Waarbij het volgens mij dan heel belangrijk is dat je in ieder geval wel probeert of je ervan bewust bent van wat heeft dit voor gevolgen. Ja, nou wat ik vaak zeg, ik zou heel graag willen dat toegankelijkheid standaard in een project wordt meegenomen. Net zoals dat er een potje is voor communicatie. Dat er ook een potje is voor toegankelijkheid. En dat er in ieder geval over nagedacht wordt. En nee kan ook een antwoord zijn. Maar heb je in ieder geval, kun je onderbouwen waarom dat je anders hebt besloten. Waarom het een nee is. Ja. Hey, nou, was je gisteren zelf aanwezig bij die dag? Ja, ik ben niet in Amersfoort geweest. Okay. Ik heb wethouder William Dogger was aanwezig. Ja. Matthijs Barendse, hij is beleidsambtenaar op sociaal domein, MO. En ervaringsdeskundige Willem Scheffen en Sjarda van der Vecht waren aanwezig. Dan zit je bij de vijf meest toegankelijke gemeenten van Nederland. Kun je van die andere vier nog heel veel leren? Springt er bijvoorbeeld een project in Stijn uit waarvoor je zegt van, god, dat doen we in Zwolle nog niet, maar dat zou eigenlijk
zouden we dat wel mogen doen? Ja, Stijn als gemeente kende ik eigenlijk niet zo goed. Dus vind ik lastig om er iets over te zeggen. Maar wat ik begreep is dat zij het gewoon op alle beleidsgebieden goed hebben doorgevoerd en hebben geïntegreerd. Dus dat daar echt onder, wat ik zeg, het zit in hun gedachtegoed. Dat schijnen hun heel goed te doen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Zelf zijn wij 2 jaar geleden op werkbezoek geweest in Oude IJsselstreek. Mm-hmm. Zij waren ook genomineerd. En wat zij hebben een burgemeester die in een rolstoel zit. Dus daar zie je dat het politiek ook veel meer leeft. En ze hebben daar een ervaringsdeskundige die zich heel erg in heeft gezet voor openbare toiletten. Ja, ja. En dat project wordt, die toiletalliantie, dat werd ook genoemd. Ja, okay. En daar zou Zwolle ook nog wel van kunnen leren. Ja. Alleen wat je daarin ziet, gemeente Oude IJsselstreek, ik ben daar toevallig geboren, dus ik ken de gemeente. Het is in de Achterhoek, het is een hele andere gemeente dan Zwolle. Ja, ja. Daar willen ondernemers rustig een sticker van de Hoge Nood-app op hun Is dat hier niet zo? Want de Hoge Nood-app wordt wel veel gevuld. Er kan nog veel meer trouwens. Volgens mij staan er 75 toiletten nu in de Hoge Nood-app. Dus dat is een app waarin je kan zien, hey, waar is de dichtstbijzijnde openbare toilet? Mm. Maar waarbij we overigens in de coronatijd, die voor een groot gedeelte achter ons ligt, erop gewezen werden dat dat zelfs heel erg lastig werd. Hè? Ja, dat mensen gewoon echt niet meer de stad in gingen, omdat er van die 75, dat er zeg maar 60 dicht zaten. Ja, ja, dus toen is dat probleem nog zichtbaar geworden, zeg maar. Maar in Zwolle willen de bedrijven wel in de app, maar niet per se zo'n sticker op de deur. Mm-hmm. En in de Oude IJsselstreek plak is dat die prima. Gewoon. Ja, en is dat dus dat is een hele andere type gemeente. Dus wil niet zeggen wat bij de ene gemeente werkt, dat het ook bij de andere gemeente werkt. Ja. Maar je kan zeker leren van elkaar. Ja. Ja. Dus ik weet dat jij, en dat is misschien wel heel grappig, want de Stijn werd er uitgelicht aan de hand van inderdaad dat zo in dat gedachtegoed zit. Ja. Je hebt pas een podcastserie opgenomen voor de ambtenaren met goede voorbeelden. Ja. Hoe is dat binnengekomen? Daar hebben we komende week gaan we training. Oh, dan ga je de komende week de training mee beginnen. Sorry. Ja, voorlichting over geven. En dan ook uitleggen van wat het VN-verdrag handicap is. Maar ook hoe je kan leren als verschillende beleidsgebieden van elkaar. Waar ik vaak voor pleit is, ik ben benieuwd als je de fysieke openbare ruimte toegankelijk in zou richten. Dus als iedereen gewoon over straat kan, elkaar kan ontmoeten, naar een speeltuin kan, naar de binnenstad kan. Dus kan ontmoeten en bewegen. Wat voor vragen er op sociaal domein dan nog liggen? Dus wat voor een hulpvraag hebben mensen eigenlijk dan nog? Je zegt van dat kun je, of je vermoedt dat je dat één op één door kunt schakelen. Als je de gemeente Zwolle toegankelijker zou maken, dan zou de hulpvraag minder worden. Is een aanname van mij, maar ik durf die wel zo te stellen. Omdat je nu vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld niet naar musea kunnen omdat het niet toegankelijk is. Of er is te weinig vervoer of de buslijnen zijn deels geschrapt, nu weer deels teruggedraaid. Maar als je niet ergens kan komen, hoe kun je dan deelnemen? Ja, ja, ja. En als je kan deelnemen, dan doet dat iets met je zelfvertrouwen. Je ontmoet nieuwe mensen, dus minder eenzaamheid. En aan het einde van die rit zorgt dat voor een zorgvraag. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik durf te stellen, als je het fysiek domein goed inricht, dat dat iets doet in de sociale vlak. Nou ja, misschien moet je ze dan op het stadhuis daar nog even van overtuigen. Nou, dat is wat en ook in die training wat we volgende week gaan geven. Hè, als je vanuit verschillende beleidsgebieden, maar ook digitale toegankelijkheid, is ook als je de informatie beschikbaar stelt. Ja. In de term aanmoedigen, daar zit iets van opgesloten, er moet actie komen. Ja, vind ik fijn om te horen dat die er ergens wel in zit. We zijn nog lang niet klaar in Zwolle. Dus het is mooi dat gezien wordt dat we mooie dingen doen. En we zijn er nog lang niet. Dus wat moet van jou het eerste zijn wat er in Zwolle aangepakt moet worden? Nou, ik weet niet of dit per se in Zwolle is, maar ik denk dat dat ook meer landelijk is. En waar ik echt meer aandacht voor wil hebben, is de digitale toegankelijkheid. Ja. Alles wordt steeds meer digitaal. En vorig jaar is ook, of is dat alweer 2 jaar geleden, 2019, is er een wet ingesteld dat alle overheidswebsites in ieder geval toegankelijk moeten zijn. Is nog lang niet. En wil je mensen mee laten doen en informatie beschikbaar hebben, dan moet iedereen mee kunnen doen. Dus ik denk dat er nog een heleboel winst te behalen valt in die digitale toegankelijkheid. Ja. En dat we daar eigenlijk al op achterlopen. Ja, ja. Oké. Goed. Ja. Nou ja, toch een beetje een feestdag. Want we hebben een aanmoedigingsprijs gekregen. En we worden gezien als stad die het best heel goed doet. Ja, maar die ook zijn beperkingen heeft. Dus, zeker. Dankjewel voor dat je wel eens aanschouwt. En we zien elkaar zeker nog weer terug. Ja. Dankjewel. Dankjewel.